Voor ze worden verpakt, krijgen de lampen een laatste inspectie in de fabriek. Duizenden lampen, waarvan zeker is dat ze met maximale efficiëntie zullen werken, verlaten elke dag de fabriek. Elk in zijn huls, 24 per doos, honderden dozen TL-lampen. Waar gaan die allemaal naartoe? Naar de scholen op aarde, in klaslokalen waar elke student evenveel licht nodig heeft. Naar industrieën. TL is een van de meest doelmatige lampen geworden voor fabrieken en werkplaatsen. Om het daglicht aan te vullen. Of als gelijkmatige lichtbron voor hoogwaardig werk, waar de ogen nauwkeurige taken moeten vervullen. En met een juist gekozen lichtkleur kan een warme indruk worden verkregen. Een harmonieuze integratie van verlichting en architectuur. Warenhuizen weten hoe ze voor hun uitstallingen het juiste effect kunnen bereiken door warme of koele kleuren te passen. Dit is vooral belangrijk waar het om stoffen gaat. Die moeten immers gekozen worden onder het soort licht dat het dichtst aansluit bij het licht waarin ze gebruikt worden. De TL-lamp is 25 jaar oud. Maar elke lamp die de Philips-fabriek verlaat, bevat een mensenleven aan verlichtingservaring.